Op 4 augustus was het weer zover. De 13e editie van de International Drag Olympics vond plaats op het Homo Monument. We zijn weer beland, de 13e Drag Olympics alweer op het Homo Monument. Super evenement gewoon. Ik ben Sally Salope. Het is heel chic als Frans. And together we are going to host this show. And I'm really looking forward to this. Come. De Drag Olympics is een van de meest populaire activiteiten tijdens de Pride. Het is altijd vol hier. Elk jaar weer nieuwe drags, weer een nieuwe AMO's. Mensen zijn mega gemotiveerd om mee te doen. Dragatleten van over de hele wereld verzamelden zich in Amsterdam om de strijd aan te gaan met sporten als handtaswerpen en de stiletto sprint. This is my second year. And last year it didn't go that well. That's why I'm back to actually take the crown. But we'll see. Nee, ik heb niet getraind. Nee. Nee, ik zit op mijn streng dieet van Mountain Dudes en Doritos. Lot race, run. Some exercise, a lot of things. Well, I did a lot of mental preparation, kind of self-reflection. Op het hula-hoepen, maar ja, ik kan hem nu al 4 keer om me heen laten gaan voordat ik hem laat vallen. Dus dat, ja, toch wel. Waar lette de jury nou eigenlijk op tijdens deze keiharde sportstrijd? Nou ja, eigenlijk op alles, de hoogte van de hakken, of ze genoeg drank op hebben. Staan we gewoon toe hier, hè? Dus ja, we letten gewoon op alles. Maar ja, vooral de hakken. De hak is echt heel belangrijk. Hey, ladies and gentlemen, we are going to introduce you to Stiletto Run. Hoe stond het eigenlijk met het competitiegevoel van de deelnemende atleten? Moordend. Moordend vooral backstage. Je moet alles heel goed in de gaten houden als iemand niet even je nier probeert te stelen. Het zijn hele onderhand voor drag queen trucjes. Ja, het is een hele moordende competitie. Sommigen zijn zo getraind en ja... Ze zijn ook allemaal zo lang, weet je wel, en ze kunnen veel verder rennen, veel harder. I won't be surprised if they really push to each other, but everybody wants to win. Ja, the real battle is backstage, dus ik heb ook al een kopje voor je geplast. Nou, ze zitten gewoon met de spuit in hun armen hier backstage, ja. Dat is prima, dat mag gewoon, ja. Yes, ladies and gentlemen, the next round will be Bitch Falling! Ik wel harde strijd. Het was echt verschrikkelijk. Het ging drama's. Maar dat is niet het enige dat op het programma stond. Het is heerlijk. Het voelt eigenlijk heel natuurlijk. You two think to stand next to me. Shit, how are we gonna do this? I'm gonna... Yeah, just stand over there. It's okay. Overal heb ik 5 uur in de make-up gezeten, 5 panties aan en kan ik 6 uur of misschien nog wel 12 uur niet poepen, pissen of plassen. Ik voel me bevrijd. Het is heel erg leuk om te doen. Ja, als het zo goed eruit ziet als dit, ja, wat kan er dan misgaan? Nou, we hebben de hobby horsing. Komt uit Finland, een mega rage. Iedereen doet het. Gewoon op een hobbypaard een dressuurtje rijden en de beste zijn. Nou, geen dierenleed, wat wil je nog meer?
Ariella Fremont van Monde van de House of Harmony. Oh ja. Miss Ariel, Freedom, nog wat van The Host of Hopeless. Is een prachtige winnares. Jamaica, ladies and gentlemen, won the Grand Olympics 2018. Yeah, the show is done. Goodbye. De Drag Olympics waren weer een sportief hoogtepunt van de Pride dit jaar. Wij zijn nu al benieuwd wie er volgend jaar met goud vandoor zal gaan.